Hij zet een tackle in. Tegen de paal. Die ging net naast. Manchester United. Ja, het is weer tijd voor Everton Napel en Yuri Mulder. Want het is tijd voor FIFA 17. En jij had dit jaar de eer om hem te mogen reviewen. Gadver, je bent nat. Het regent buiten. Ja, inderdaad. Ja, FIFA 17. Ik heb natuurlijk, ik mocht hem in Parijs al spelen. Ik vond het best een lekkere voetbalgame. Hoe is die uiteindelijk geworden? Eigenlijk zoals je zegt, best een lekkere voetbalgame. Dat, ja, dat dekt de lading eigenlijk best wel, inderdaad. Oké, want vertel, hoe is de gameplay eigenlijk veranderd ten opzichte van FIFA 16? Nou, wat in mijn optiek dus best wel erg veranderd is, is dat het vorige deel, of in ieder geval de vorige twee delen, waren heel erg gericht op de defensie. Dus ja. Je was meer bezig met verdedigen en aanvallen was gewoon een steekpaas geven, dan kon je er tussendoor lopen en dan scoorde je vrijwel altijd. Die focus is nu dus verlegd naar de aanval. Je hebt nu veel meer mogelijkheden om aan te vallen. Steekpaasjes zijn niet meer zo overpowered, want ze worden gewoon veel vaker onderschept. En dan moet je meteen terug om omschakelen en naar de verdediging toe. En steekpaasen moet je ook meer kracht voor geven, hè? Want de bal komt best wel snel stil te liggen. Ja, inderdaad. En je hebt veel meer vrijheid in je passing. Dus je moet eigenlijk de kant kiezen waar je heen paast. In de vorige FIFA's was het gewoon op A drukken of kruisje. En dan paas je naar de dichtstbijzijnde medespeler. Ja. Nu moet je ook echt daadwerkelijk je stick de kant opduwen van waar je heen wil pasen. En dat levert best wel veel frustratie op als je iemand hebt die vrij loopt en je schiet hem per ongeluk net over de zijlijn naast je. Omdat je dat vergeet. En dat is wel heel erg wennen. Het is best wel lastig om onder de knie te krijgen, maar als je het eenmaal onder de knie krijgt, dan biedt het veel meer mogelijkheden om aan te vallen. Want het is wel weer ook een stukje dieper, geloof ik, hè? Want je hebt ook veel meer bewegingsvrijheid met de bal. Je kan veel beter als het goed is omdraaien, tenminste dat is mij zeg maar verteld. Zit dat er echt nog in? Ja, je merkt wel dat spelers wendbaarder zijn en dat het fysieke een stuk belangrijker is in de game. Maar wat daarentegen wel een stuk is teruggeschroefd, is de snelheid. Ja, klopt. Je kan niet meer snel voorbij iemand rennen. En zelfs met snelle spelers als Robben en wie hebben we nog meer die snel is? Hector Bellerin van Arsenal. Die zijn keisnel, maar daar ga je niet zomaar een hele aanval in je eentje mee opzetten. Want dat kan gewoon niet meer. Oké, dat is wel teruggeschroefd. Dat is wel fijn. Ja, want na verloop van tijd worden ze moe na een paar meter en dan worden ze makkelijker ingehaald. Ja. Dus je kan niet met je hele fit team bouwen op alleen maar snelheid. Dan ga je het niet redden. Dat is wel heel erg fijn. Ja, hoe vind je hem verder spelen? Vind je het echt een vooruitgang ten opzichte van vorig jaar? Het is moeilijker geworden en het is maar net of je daarvan houdt. En ik vind het altijd wel fijn als games wat uitdagender zijn. En dat moeilijke zit hem ook vooral in de dode spelmomenten. Want ik weet niet, heb je de demo gespeeld? Nee, nog niet. Oh, nee. De dode spelmomenten, dus de corners, vrije trappen en penalties zijn aangepast. Bij de corners sta je niet meer achter de speler. En bij vrije trappen trouwens ook niet. Maar je krijgt zeg maar de tv-camera gewoon van boven. Oh ja, klopt. Ja. En je krijgt een geel rondje in het veld. En dat kun je ergens neerzetten en dan kun je een voorzet geven. En afhankelijk van hoe goed je speler is in voorzetten geven, dan komt hij ook precies daar of hij komt daar in de buurt. Ja. Vrije trappen en penalties. Vrije trappen dicht bij de goal, zeg maar binnen 30 meter. En penalties, daarbij moet je je positie achter de bal eerst bepalen met je ene stick. Ja. Dus ga je recht achter de bal staan, ga je een stukje naar links staan. Dan loop je aan, dat doe je ook zelf, door je rechterstick naar voren te duwen. En dan tijdens de loop bepaal je je hardheid van het schot en de schotrichting. Dus dan moet je in 2 seconden, is dat nog niet eens, moet je best wel veel doen. Dat is best wel pittig volgens mij. Ja, zeker. Want de eerste penalties die je kreeg, die gingen ook allemaal zachte rolletjes net naast of dat de keeper hem had. En het ziet er heel stom uit en het is heel lastig om de knie te krijgen. Maar als je het eenmaal kan, wederom, dan heb je veel meer mogelijkheden. Want je kan de Roberto Carlos vrije trap, dat je zeg maar zo om de muur heen draait en dan erin gaat. Dat kan je dus doen in FIFA 17. Ja, alleen moet je wel weten hoe, zeg maar. Ja, ja. Goed. Dat is oké, ja, het is dus wel een stuk pittiger, maar ja, volgens mij inderdaad wel echt een verbetering in dat opzicht. Ja. Ja, en er zit natuurlijk een nieuwe modus in, de Journey. Er gaat steeds meer sportgames doen met een verhalende modus. Mm-hmm. Hoe is de Journey uiteindelijk geworden? Want ik vond het in Parijs nog een leuk bedacht, maar nog een beetje geforceerd. Ik moet even uitkijken, want ik mag er niet te veel over zeggen natuurlijk. Want het blijft wel echt een verhaal. Klopt, ja. Maar ja, het
Het is eigenlijk gewoon als je standaard Telltale game eigenlijk. Ja. Je krijgt bepaalde situaties voor wedstrijden, na wedstrijden. Helemaal aan het begin, zeg maar. In het begin als Alex Hunter nog echt gewoon een jonge jongen is van een jaar of wat zal het zijn. 9 volgens mij is hij, of 8. Ja of 9? Helemaal aan het begin. Echt? Ja. De eerste paar minuten is hij 9 jaar. Ah, wat vet. Dan zijn er bepaalde situaties na wedstrijden waar je op moet reageren. En er zijn 3 verschillende mogelijkheden om te reageren. Je kan cool reageren. Nice. Dat is gewoon een beetje layback. Je kan vurig reageren, dus gewoon met passie. En je kan gebalanceerd reageren. Dat zit er een beetje tussenin. Ja. En afhankelijk van hoe je reageert, slaat dat goed aan bij of je volgers, of je teamgenoten, of je manager. En je moet proberen, zeg maar, om die banden met alle 3 ja. wel redelijk goed te houden. Want dat ga je merken in het veld. Dus je krijgt minder vaak de bal. Als je een slechte band hebt met je teamgenoot, je wordt minder vaak opgesteld. Als je een slechte band hebt met je manager. Is het wel zo dat je met het hele team kan spelen? Of speel je de Journey echt alleen maar met Hunter? Nou, je krijgt op het begin de keuze, speel als team of speel als Hunter. En dat, ja, speel als team is gewoon, zeg maar, gewoon een normale FIFA-wedstrijd. Ja. Speel als Hunter, dat is, zeg maar, het principe wat je kent van speel als prof. Ja. En je kan per wedstrijd ook bepalen van ik wil nu als team spelen of ik wil nu als Hunter spelen. Oké, want dat mis ik dus bijvoorbeeld in de nieuwe NBA game. Daar heb je dus ook een My Career, maar daar kun je dus alleen maar met jouw speler spelen. Dus als jij niet opgesteld wordt, dan zit je op de bank. Dan kun je de wedstrijd wel volgen, maar niet met je team spelen. Dat vind ik wel in FIFA tof, dat je dan alsnog met je hele team speelt. Want dat vind ik wel leuk. Ja, het is wel zo, als je op de bank zit van tevoren, dan speel je ook niet. Dan zie je de wedstrijd wel. Ja, je ziet de highlights van de wedstrijd. Ja. En daarom wordt ook op geanticipeerd. Want stel je komt 1-0 achter, dan krijg je een aantal doelen als je erin wordt gebracht. Ja, precies. Bijvoorbeeld, haal zo'n hoog cijfer, creëer zoveel kansen en zorg dat je de wedstrijd alsnog wint. Of zorg dat je gelijk speelt. En dat maakt het ook wel tof. Want dan ga je er ook echt voor knokken om die doelstellingen te behalen. Ja, dat is waar. Dan kan je meer volgers opleveren. Vind je de Journey tof? Een toffe toevoeging? Of zeg je van, ja. Ja, het is wel heel leuk. En het is eigenlijk een beetje hetzelfde als Telltale Games. Je wordt er echt ingezogen. Want het is niet zo dat je in blokjes leeft van wedstrijd, wedstrijd, wedstrijd. Het vloeit allemaal heel goed in elkaar over. En dat maakt het wel heel tof om te spelen. En heel, heel interessant. Oké, cool. Laatste puntje. Graphics. Ja. Frostbite Engine. Ja, het is een nieuwe engine. Dus de engine waar ook Battlefield en Star Wars Battlefront en eigenlijk bijna alles van EA op draait. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik vond het er eigenlijk wel wat minder uitzien. Oké. Voor mijn gevoel. De kleuren zijn wat flatser en dat maakt het wat minder aantrekkelijk en wat grauwer. En daardoor oogt het ook niet zo super mooi in mijn optiek. Oké, ja, ik had wel juist het idee dat het wel een vooruitgang is met de nieuwe engine. Dat is misschien ook meer animaties of zo. Dat zou dat. En ook echt dat spelers gaan zweten tijdens de wedstrijd. Ja. Dat ze in hun nek gaan zweten en dat je zweetdruppeltjes ziet. Dat is wel heel goed gedaan en dat ziet er tof uit. Maar die graphic zelf, het, zeg maar, het algehele plaatje, dat trekt me nog niet zo. Oké, nou ja, goed. Klinkt in ieder geval heel positief. Ja. Verder, FIFA 17, het eindoordeel. Ik heb het in mijn review heb ik het een 8,8 gegeven. Net een 10e punt hoger dan PES. Leg heel even kort uit waarom. Het is voornamelijk toch de licenties. Het is echt een gemis als je met Man Blue speelt in plaats van Manchester United. En tegen Madrid White in plaats van Real Madrid. En dat is echt verschrikkelijk. En de gameplay van PES is tof, maar het oogt op sommige momenten wat arcade-achtig en wat houterig, dus dan ga ik toch voor FIFA. Oké.